Ach, een nieuw filmpje. Ik heb een heel kort filmpje maar vandaag. En al is het gelukkig nieuwjaar, want het is nieuwjaar geworden natuurlijk vorige week. En het eerste filmpje van het nieuwjaar was een korte nieuwsrits. En het gaat over het hoge water. Want kijk, daar in de verte, daar is eigenlijk de opstap, de oprijplaats voor de auto's hier in Herwijnen. Want we staan in Herwijnen. En daar is helemaal onder water gelopen. En het is hartstikke nat geworden helemaal. Dus maar we gaan even kijken wat het hoge water, hoe mooi het allemaal is hier. Gaat u mee? Ik en mijn team, want ik doe het natuurlijk niet alleen, moeten in Herwijnen nu dus opstappen bij de hoogwaterstop. Iets dat voor de vele automobilisten die dagelijks gebruik maken van deze pont ook even wennen is. We gaan aan boord en maken even een praatje met de matroos. Ach, we staan naast de matroos. Wat vind je van Herwijnen naar Brakel? Hoe heet je? Erik. Dag Erik. Hallo. Het is hoog, hè? Ja, hoog water, hè? Ja, heb je hoogtevrees of? Ja, nee, dat niet. Je kan het wel hebben. Ja, die hoogte wel, in ieder geval. Dat is ook spannend, hè? Want ik hoorde dat misschien ik zou wel onder kunnen gelopen vandaag in Brakel. Er is een sprake van dat er mogelijkheid er is, ja. Meer kan ik ook niet zeggen. En wat gebeurt er dan als het gebeurt? Dan gaat deze ook uit de vaart. En dan gaat deze even naar voren voor onderhoud en schoonschippen. Ja. Spannend? Ja, leuk. Jongen, wat een hoop water en wat staat het hoog, zeg. We nemen even een momentje om te kijken naar dit prachtige natuurschap. Als we zijn uitgekeken, gaan we naar het traject Gorinchem-Woudrichem. Wie weet is het daar net zo mooi. Nou, en staan we naast de matroos van het Gorinchem-Woudrichem. Hoi! Hallo! Hoe heet je? Aart. Ach, Aart. Hallo. Het is echt hoog, hè? Het is vrij hoog water, ja. Inderdaad. Ja, je merkt het ook helemaal aan de lucht, dat je het zo hoog is de lucht. Ja, je bent veel dichter bij de hemel, hè. Ja, precies. Het wordt echt een stuk kouder van. Ach, ja. Maar morgen is het hoogtepunt, hè? Morgen is het hoogtepunt, ja. Mag jij een groter probleem? Nee, het zal erom hangen dat we morgen droge voeten houden aan de Woudrichemse kant. Je blijft wel gewoon varen, ook al gaat het een beetje erop. We blijven gewoon varen. Ja. Nou, lekker doorgaan gewoon, hoppakee. Geen enkel probleem. Het water staat Woudrichem letterlijk tot aan de lippen. Het zal erom spannen of de kade morgen droog is. De waterpoort is uit voorzorg al gesloten, evenals het Dalenpoortje in Gorinchem. Ik ben blij dat ik in bezit ben van zowel zwemdiploma A als B. Mocht het misgaan, weet ik mezelf toch wel te redden. Maar we kunnen er rustig vanuit gaan dat er niets gebeurt. Rijkswaterstaat en de gemeentes hebben alles onder controle. Daarom kunnen ik en mijn team, want ik doe het natuurlijk niet alleen, deze prachtige beelden met een gerust hart schieten. Nou, dan heeft u kunnen zien, het is heel spectaculair het hoge water. En morgenochtend is het water pas op zijn hoogste punt. En u kunt er zelf nog gaan kijken. U kunt een dagkaartje kopen, een rondje pontje kaartje noemen ze dat. Dat is €8,50. Kunt u alle pontjes van Rivier over 2 dagen lang. Dat is hartstikke leuk. En als u de kaartjes koopt via de Rivier-app, dan krijgt u ook automatisch pushmeldingen over welke ponten wel of niet varen. Want het kan natuurlijk zomaar zijn dat de pont nog uit de vaart gaat, omdat het water zo hoog is. Maar wel hartstikke leuk en hartstikke spannend. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlogje.